Erik Bakker, hoe is het om op het trainingsveld te staan in de wetenschap dat de eerste 3 punten er al binnen is na een wedstrijd? Ja, dat is wel heerlijk, moet ik zeggen. Daar zijn we wel heel erg blij mee. En, ja, het is belangrijk om het seizoen zo te starten en dan ga ik met een goed gevoel naar Sparta toe. Kun je dat gevoel ook vooral merken bij de jongens die hier vorig jaar al waren en een heel andere competitiestart hebben meegemaakt? Ja, ook wel. Die spreken dat ook echt wel uit en dan merk je het ook inderdaad aan. Ja, vorig jaar natuurlijk een hele dramatische seizoenstart gehad en dat merk je eigenlijk door in het hele seizoen. Dat zie je bij heel veel clubs die slecht starten. En bij clubs die goed starten zie je ook dat ze daar het hele seizoen profijt van hebben. Dus nou ja, hopelijk geldt dat ook voor ons. Ja, want dat geeft over het algemeen rust, hè, binnen een club? Ja, dat is het. Dat geeft rust. En nou ja, we hebben natuurlijk tegen Roda ja, een dramatische eerste helft gespeeld. En dat weten we allemaal wel. En, maar goed, daar zijn dan ook oorzaken voor aan te wijzen. En ik denk de tweede helft dat we dat goed hebben opgepakt. Goede goals gemaakt en laten zien dat we beter waren dan Roda. En uiteindelijk 4-2 winnen. En dan, nou ja, goed. Dan neem je gewoon 3 punten mee. Of die hou je in eigen huis. En dat is het allerbelangrijkste. En inderdaad, dan heb je een fijne competitiestart. Ja. Wat waren die oorzaken van die matige eerste helft? Nou ja, ik denk dat we uiteindelijk zo graag wilden allemaal. En een goede voorbereiding gehad natuurlijk. Ja, maar iedereen, ja, je voelt wel dat het nu echt gaat beginnen. En het stadion zit vol. En ja, dan. Op een gegeven moment, eigenlijk de eerste 5 of 10 minuten was er nog niet zoveel aan de hand, maar op een gegeven moment gingen er een paar ballen fout, een paar simpele ballen in de opbouw. En ja, toen sloop er een beetje een soort angst in of ik weet niet wat het was, of onzekerheid. En ach goed, dat duurde een half uur. Dat was niet goed, maar dat hebben we gelukkig in de rust rechtgezet en ja, de tweede helft dat wel van ons afgegooid. Maar kun je voorkomen dat nog een keer gebeurt? Want ja, die zenuwen, dat overkomt je, daar kies je ook niet bewust voor natuurlijk. Nee, zeker niet. En dat hoort er denk ik ook een beetje bij. Je ziet het aan veel clubs, de eerste wedstrijden denk ik wel. Maar goed, nu moet dat ook klaar zijn. En wat dat betreft is het ook fijn dat je gewonnen hebt. Want ja, anders neem je dat misschien ook weer mee naar de tweede of derde wedstrijd. En nu kan je toch wat rustiger naar richting zondag werken. Ja, die tweede wedstrijd is tegen Sparta uit, met alle respect voor Sparta. Maar als ik ze vorige week zag spelen, dan denk ik dat 6-2 voor jullie mogelijk moet zijn. Ja, maar ik denk als zij onze eerste helft hebben bekeken, dat zij ook denken van nou. Dus nee, zonder gekheid, daar gaan we voor. En we weten ook dat het mogelijk is. We hebben ze bekeken, we hebben beelden gezien vandaag. En, maar goed, ja, ook zij kunnen heel anders voor de dag komen. Dus we moeten daar gewoon super scherp zijn. En, maar we weten wel dat er absoluut kansen liggen. En ja, 6-2 zou natuurlijk top zijn. En waar moet je voor uitkijken bij Sparta? Moet je voor uitkijken? Ja, er zijn altijd gevaren natuurlijk in zo'n team. Ze willen wel voetballen. En ze hebben ook heus wel kansen gehad tegen VVV. Maar uiteindelijk hebben ze daar ook niet goed genoeg gespeeld. En waar het dan aan lag, dat weet ik ook niet. Maar Sparta, als je op papier kijkt, hebben ze echt wel een ploeg die genoeg punten kan halen om gewoon in de Eredivisie te blijven. Dus ja, we moeten gewoon oppassen. Helemaal uit daar. Ik denk dat zij na dat eerste verlies natuurlijk dat recht willen zetten in eigen huis. Voor hun eigen supporters. En dat het gaat stormen. En dat ze volle bak druk gaan zetten. En dan moeten we niet. Want Roda zette de eerste had ook wel goed druk. En daar maakten we gewoon verkeerde keuzes in. En waren we slordig in. En dat moeten we niet weer tegen Sparta hebben. Voetballen op het kasteel met de Sparta-mars. Kijkt de liefhebber in Erik Bakker daar nog naar uit? Of zeg je van, maakt maar niet zoveel uit? Nou nee, het is niet dat als ik denk van goh, een seizoen Eredivisie, dat ik dan denk, nou Sparta uit, dat is het eerste waar ik naar uitkijk of zo. Hoewel het gewoon een mooie wedstrijd is, hoor, begrijp ik niet verkeerd. Maar nee, dan denk ik toch eerder aan Ajax en Feyenoord uit. En Sparta is ook een mooie wedstrijd in een mooi stadion met veel historie. Maar nee, dat is niet waar het mij zondag om gaat. Nee. Nog één tip, en niet te vroeg juichen, want vorig jaar gaf Pekta nog bijna een 3-0 voorsprong uit handen in de laatste minuten. Oké, nee, dat heb ik nog niet gehoord eigenlijk. Dat, maar oké, goed, dat zou ik aan denken.